soort bolletjes. Met een donsje erop, zoals het heet. En dan zo zien we het graag, dat geeft aan dat duiven gezond zijn. Alle jaren dat we hier zitten hebben we altijd wel duifjes gehad. Maar toen noemden we het nog duifjes. Maar nu is het enorm. Echt overlast. Te veel dus. Hetzelfde bosduif die gaat wil naar zijn huis terug. En voor de wilde duif is dat dak waar hij zit, of die goot of weet ik veel wat, dat is zijn huis geworden. Op de een of andere manier vindt hij daar zijn eten, zijn drinken, zijn liefje, noem het allemaal maar op. Maar dan heeft dus het probleem dat ze de hele tijd buiten zitten. Op de dakgoten zitten, op de gevels. En ja, daaronder ligt het gewoon helemaal bezaaid. Elke tafel die opstaat, vliegt, zit een duif bovenop. En ze laten van alles achter en dat vooral. De dieren wegvangen is volgens duivenhouder Chris Elderbroek geen optie. En je zet ze ergens anders neer. En je laat ze vrij, dan gaan ze daar naartoe. Absoluut. Een soort anticonceptie voor duiven zou volgens Elderbroek een oplossing kunnen zijn. Dan krijgen we, komen er wel eitjes, maar er komen geen jongen uit. En dan langzaam maar zeker sterft het uit. Maar dan zit je gewoon toch nog wat. Een beetje duif wordt 10, 15, 20 jaar.